We gaan naar de Jamie's. Ja, dat er ook. Hè. Ja, maar doe voort. Stop met vloggen dan. Alles loopt mis vandaag. Echt alles. Dat is gewoon kapot. The day after. Hallo guys, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik zit in de auto, want ik ga nu naar Simon rijden. Vanavond gaan we echt iets super leuk doen. We gaan naar de Jamie's. Ik ben genomineerd voor beste vlogger. Waar ik echt super dankbaar voor ben, want dat is allemaal dankzij jullie die nu aan het kijken zijn. Dus wij gaan daar naartoe, naar die awardshow. En we gaan met mijn management, 9-16. Dus we gaan samen met allemaal andere content creators, Steffi, Gerbe, Elias, Jonathan, Jel. Iedereen gaat er zijn. Dit wordt echt mega, mega leuk. Het is in Oostende te doen, dus ik heb wel een lange rit te gaan. Met een tussenstop natuurlijk bij Simon, dat is in regio Gent. Maar ik neem jullie gezellig mee. Ik zie jullie als ik bij Simon ben. En we zijn er. Simon zit in de auto. Ja, Simon mag nu rijden naar Oostende. Heb je er check zin die in? Blauwe vlag. Wat? Wow. Filmen. Oh my god. Wat jong. Sorry voor de eerste beelden. Er was soms een instelling van mijn camera fout. Maar nu zijn we onderweg naar Oostende. Heb je er zin in? Ja. Hij heeft vandaag nog examen gehad. Hoe ging het? Nee. Geen commentaar. Wat is jouw outfit voor vanavond? Dat gaan ze wel zien straks. Ik ga het nog niet verklappen. Ik heb ook een coole outfit. Ik heb echt iets fluoroos. Wel leuk. Ik ga het jullie straks laten zien. Hallo iedereen. We zijn net toegekomen in de kamer. Stien is haar aan het klaarmaken. Lukt het hier, Stien? Ik ga mijn haar een beetje krullen. Allee, ik heb mijn staart al gemaakt, maar ik wil zo wat meer volume of zo. Ik weet niet hoe dat moet. Je haar is aan het roken. Dat is niet goed. Oei. Oei, oei. 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 Oei, nee. Dat is het toch niet, hè? Nee. We gaan dus eerst even shooten. Elias gaat foto's maken van iedereen. In gewone kleren nog. En dan gaan we onze gadekleren aan doen. Wat zeg je nu? Ja. Maar nee, dat was niet met dat last tegen mijn hand. Jij overdrijft. Oké, nu zag je, we gaan de kleren aan doen. En die gala. Onze outfit. Gala kleren. Het is een beetje overdreven voor onze outfit. En dan gaan we eten en naar de show. Dat heeft toch wel een effect? Ja, oké, dat is wel cool. Maar mij niet verbranden. Ik ga rustig naar buiten gaan. We zijn helemaal klaar voor de Jamie's. Nee, ik ben nog helemaal niet klaar. Ja, maar we moeten wel door. Ja, maar doe voort. Stop met vloggen dan. Zeg, ik mag vloggen. Ik heb net een kut bericht gekregen dat ik niet wil naar een auditie. Dus ja, dat is het leven. Dat wil ik even met jullie delen. Dat niet alles vlot gaat. En nu moet ik dat uit mijn kop zetten dat ik daar niet door ben. En moet ik gewoon van de avond kunnen genieten. Maar dat is moeilijk, want toch speelt het in mijn hoofd of zo. Oké, maar ik ga jullie mijn outfit laten zien. Dit is de fit. Ik heb zo'n topje aan. Een broek. En ik heb ook nog een vestje in dezelfde kleur van mijn broek. Want het is wel best fris aan de zee, dit vestje. We moeten wel echt snel doen, want ik ging ook TikToks maken met Steffi. En wij gingen ook nog een TikTok maken. Oké, maar we doen door, Mattie. We doen door. Oké, ik zie jullie straks. Oké, onze pasta is er. Oh, Sarah zit naast mij. We zijn allemaal in de buffet. Het is echt een heel lange tafel. En we gaan dus nu pasta eten en dan gaan we naar de show. Het ziet er heel lekker uit. Oké, we zijn onderweg naar de show. Het is heel koud. Nu voelt je, ik vergeet dat er allemaal aan de zee zijn. We zijn natuurlijk uit het restaurant. Het staat wel iets. Maar ja, die wind. Ja. Ja. We staan op de roze, nee, rode. Rode lopen. Hey. Joehoe. We zitten in de zaal. We staan in de auto gereden met nummerplaat en reclame. En daar is Timon. Hey, ja. Jamie's zijn gedaan en ik ben even terug in mijn hotelkamer in plaats van op de afterparty. Waarom? Alles loopt mis vandaag, maar echt alles. Ik heb nu een zwart topje aan, omdat plots mijn heel mooi topje met mijn strik besloot plots om kapot te gaan. Die rits sprong open. Of ja, ik weet niet, die rits stond open of zo. Ik kon dat toedoen en ineens springt die rits daar gewoon af. Dat is gewoon kapot. Maar ik ben wel heel blij voor Jonathan. Jonathan heeft de award voor vlogger gewonnen. Ik helaas niet, maar ik vind het niet erg, want Jonathan doet dat ook super goed. En Steffi en Gerbe hebben ook een award gewonnen samen voor het leven. Ook wel echt nice. Dus ik ben super trots op hun. Even switch. Ik vind het uiteindelijk met mijn botten past het nog. En nu gaan we wel genieten van de afterparty, want iedereen is daar al. En wij moesten dus even vlug terugkomen voor mijn topje te fixen. Maar
Het is al goed. Sorry Simon voor mijn drama. Nee, maakt niet uit. Ik ben aan het twijfelen of ik deze vest aan of. Doe gewoon de comfiest vest en het is de afterparty. Je moet je comfy kunnen dansen. Day after. Goedemorgen. Het was een leuk, heftig feestje. Wij zijn ons vlug aan het klaarmaken, want we moeten uitchecken. Maar ik ga jullie nog even snel dit laten zien. Ik heb van mijn management zo'n Nike's gekregen, custom-made, met een logo en 916 op. Echt mega lief. En ook echt een heel schattig kaartje. Dus we zijn nu even alles aan het inpakken. En dan gaan we misschien nog even een wandeling maken in het dijk of zo. Good morning. Good morning. Shoppen. Ik heb een heel mooie trui gekocht. Super cute, zo in het roos. Met allemaal bloemetjes op. Oh, voor de lente. En toen was ik thuis. Ik ben terug bij mij. Het was echt mega leuk. Ik heb er echt van genoten. Sorry als het een beetje een kortere vlog was. Maar ik dacht dat het wel leuk was om de Jamies te vloggen. In de avond was het ook echt helemaal uit de hand gelopen. Allee, het was gewoon super laat. Dus ik heb niet heel veel meer kunnen filmen van de afterparty. Maar we zijn zelfs nog pita's gaan eten om 4 uur 's nachts ergens random in Oostende. Was wel een vibe. En daarna zijn we gaan slapen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie volgende week terug met een gloednieuwe vlog. En nog eens heel erg bedankt aan iedereen die op mij heeft gestemd. Ik vond het echt een hele eer om genomineerd te zijn in de categorie. En dat is allemaal dankzij jullie. Dus dank jullie wel. En tot de volgende keer. Bye-bye.